Hey hoi, leuk dat je kijkt. Kijk eens, hij is er. Hoi. En ik had een tijdje geleden had ik wat besteld bij een webwinkel. En dat is dus uit Japan gekomen. Kijk. Waarom is dat zo? Omdat ze het daar maken. Omdat ze het daar besteld hebben. Omdat ik het. Nee, ik heb het bij Amazon besteld. Maar het is dus uit Japan gekomen. Wijsneus. Oké. Okay. Maar dit zijn Japanse. Waar ligt Japan ook op in? Voor ons aan de andere kant van de wereld. Niet hier. Niet hier, nee. Maar, lang verhaal kort. Oh ja. We gaan dus die dingetjes gewoon... Zo in beeld komen, hè? Ja, we komen in beeld. Kijk, ja. Ja. We gaan die dingetjes... Ik heb een kind. Proeven. Je hebt een kind. Ja. Nu een kind. Ja, oké. Okay. Gaan we openmaken. Hij ligt al een paar dagen hier op tafel. Mm-hmm. Voorzichtig, hè, met die mes. Met die mes, voorzichtig. Met die mes. Met die mes moet je voorzichtig zijn. Met die mes sowieso voorzichtig zijn. Ja, ja, ja. Die mes is scherp. Ja, ik ben voorzichtig. Mm-hmm. Kijk, recht aan de andere kant. Zo. Ja. Oh, kijk. De reclame erbij. Nee, ik denk dat dat is wat erin zit of zo. Ik weet niet. Dat zit er niet allemaal in. Jawel, kijk. Sushi Candy Dagashi Box. Dit zit er allemaal in. Ja, maar dat zit er allemaal in? Dat zit er allemaal in. Oké. Okay. Kijk. Ja, dan maar wat te doen dan. Ik ben benieuwd wat er voor zooi is. Ik heb geen idee. Moet ik een Emma waterbakker er zo wel? Die dus, we worden wel bedankt voor ons dat ik het wat besteld heb. Thank you very much. Het is misschien goedkoper bij de volgende. Dan krijg je hem ook 10% sneller. Nee, deze komt met het vliegtuig. Ja, ben je voor ook nog, dan krijg je 10% korting. Dit is gewoon verpakking materiaal. Dit zit erin. Een leeszakje. Dus, nou. Ja. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Het gaat gewoon stuk voor stuk. Ik heb mijn bril erbij af. Moet ik beter lezen. Een soort van chips of zoiets. Ik heb geen idee. Bokkels? Ik weet niet. Even kijken. Ik zal even kijken. Er staat geen Engelse ding, geen Engels op. Kom eens dan, ik kan het maar dus ik moet even. Even zien. Dit is. Dat duurt even, man. Dit kan even duren, totdat het zover is. Milk, nee, wacht even. Ik weet niet. Even ontcijferen. Dit is. Oh, garnaal is dit. Oh, lekker, man. Gaat ver. Kijk maar, garnaal. Maar niet favoriete voedsel. Ja, niet ik... zo favoriete voedsel. Nee, oké. Okay. Ja, kroephoek lust ik wel, maar... Doe ik garnaal. Nou, we gaan het gewoon proberen. Dit is kroephoek, maar een andere vorm. Waarschijnlijk wel. Een Japanse vorm, kroephoek. Lust wel sushi, graag trouwens. Maar, ik was voorbereid, van, kijk. Het komt ook van de Wookie, die ik nog wel weer. Sushi Candy. Ja, sushi Candy. Okay. Nou, wie bedenkt dat? Zo. Het ruikt heel vissig. Ja, letterlijk. Ik neem de proef op de som. Ja. Nou, nou, nou. Ja, nou, dus nou, dat is wel te doen. Absoluut niet vies hoor. Nee. Voor je panzoutjes is niet smerig. Ja, we weten niet wat voor zoutjes er allemaal verder in zitten. Dit is wel lekker. Dit is wel oké. Okay. Nou. Een schaal van 1 tot 10. Dit moment is van 1 tot 5. Nee, 1 tot 10. 1 tot 10? Ja. Oké, 1 tot 10. Dit is een... Op dit moment? Een... Als hij er naar buiten komt, is het een 9. Nee, is ja, een... Voor mij. Nee. Voor mij. Voor mij wel. Nee, dit is voor mij een 6. Je weet even zo'n knijzet. Zo'n kniezet, zoals hij hier zegt. Ja, een kniezet. Echt zo'n zuinig iemandje. Ja. Nou. Doe lekker voorzichtig ook. Wat hebben we er meer? Dit is... Kijk. Koffie. Milk koffie. Kijk. Ja. Milk koffie. Zo. Dus koffie in droge vorm. Dus gewoon poederkoffie en dan laten we erbij klaar. Achterkant. Niet? Dit is, nee, dit is milk coffee taste. Oké. Nou, en wat is dit voor spul dan? Ik heb geen idee, dat staat hierop. Dus je weet ook dat al die zakjes wel open zijn dan, hè? Ja, dat maakt niet uit. Nee, dat is goed. Chocolate coated wheat puffs. Dus wheat is... Gepofte graan. Gepofte graan, Ja. Wat voor graan hebben ze daar ook alweer in Japan? Weet ik niet. Graan. Kijk. Dit is gewoon meer. Dit is mais. Zo ziet het eruit. Dit is graan. Heel voorzichtig. Oh, dat is wel lekker. Njam, 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 njam. Nee, het smaakt niet graan. Weet je het zeker? Ik zou, ik zou nog één nemen. Het maakt gewoon helemaal niks, dit. Dit is gewoon vies. Oké, nou.
Dit is wel oké. Deze krijgt voor mij een 8. Oh god. Ja. Ja. Dat is ook wel mijn smaak koffie ook, hè? Ja. Je geeft me nog koffie, jongen. Dat moet je me niet geven ook, dat wint altijd. Dit is gewoon 9,5. 9,5, oh ja. Oké. Okay. Weet je het zeker? Ja. Oké, okay, nou. Was nog een smerig ding, denk die gewoon mee zit. Ik zal even kijken, ik weet het niet. Kijk, dit is gewoon een rijstcracker. Sea urchin flavor. Er zit nog wat bij op. Sea urchin, dus dit ja, zal weer garnaal zijn of zo. Mm-hmm. Kijk. Nou. Ik denk niet dat het garnaal is. Ja, sea urchin. Ja, dat is een van de dingen die je alleen bij Japan proeven. Moet ik het proeven ja, of zo? Ja, proeven. Waar ruikt het naar? Ruikt het ergens naar? Sorry. Zo! Is het hard? Mooi! Dat is hartstikke hard, joh. En? Dat plakt. Jij maar ook. Ja, maar waar smaakt het naar dan? Dat zeg ik niet. Ik vind het een beetje bouillonachtig. Bouillonig. Er is bouillon in gedroogde vorm opgeplakt is. Dat is niet vies. Nou, dat is bouillon. Ja, het is niet vies. Het is niet vies. Kom maar, zit diezelfde bouillon ook in die noedels. In die snelle noedels. Maar die kom je uit Japan ook. Ik vind het andere toch lekkerder. Nou, dit komt bij mij op een lager plek. Het is voor mij een zesje. Nee, het is niet verkeerd, maar... Je moet er wel bij even doen, hè? Je moet de ruimte overhouden, zo. Mm-hmm. Nou, ik heb een 5. Ja, je bent echt de zuinigheid zelf, hè? Ik weet zo niet, wat die team bij jou niet uitgedeeld vandaag? Nee, vandaag niet. Wat is dat dan weer dan? Ik heb geen idee. Kan het nog kleiner ook? Het is wel heel schattig. Kan het nog kleiner? Kijk, het is echt heel schattig. Het kan niet kleiner. Ik zal even kijken op mijn papiertje wat het is. Moet ik even voor mijn bril heen kijken. Het is... Ja, wat is het? Dat weet ik niet. Ik kan het niet vinden. Ik denk mints. Mini candies, denk ik. Ik denk dat het die is. Mint. Oeme mint. Oeme. Ik denk dat het mint is. Maar ik weet het niet anders in, hè? We gaan kijken. Dat moet je niet, doen. Nee, gewoon kijken. Ik moet kijken wat het is. Ik heet het er niet op. Ik probeer. Up. Eén tegelijk. Heel voorzichtig. Je weet nooit wat je tegenkomt. Nee. Hij is een en al kleurstof en chemische industrie. Ja. Mint. Maar heel hard. Gadverdamme. Oh, maar ik kan het wel kouwen. Nee, ik kan het wel kouwen. Ja, heb ik de groene theeversie zeker of zo. Welke kleur had je dan? Groene. Oh, ik heb de blauwe. Het zegt weer genoeg, hè? Ik zal die groene proeven. Meer die blauwe proeven. Oké, nog even. En de... Ja, oké. Okay. Ja. En al suiker. Ja. Maar wel lekker. Suiker met een smaakje. En dit... Maar die blauwe is lekker. Vind je die blauwe lekkerder? Ja. Oké. Okay. Ja, die blauwe is lekker. Oké, okay, dat vindt hij. Nee, daar blijven Eddie. Die Eddie groene, zit daarin. Eddie zit daarin. Het is minder. Kijk, okay, even nu weer. Hoeveel cijfer heb je niet? Dit geef ik een 7. Jawel. Nee, Eddie. Kijk, ik heb het anders. Geef je het ook een 7? Ja, ja. Dit zo. Is, ik moet even over mijn bril heen kijken hoor. Dit is een lolly, maar... Is het een lolly? Ja. Een zacht iets? Een zacht. Ja. Het is ook allemaal leuk verpakt ook. Kijk, de typische Japanse kunst die erop staat ook. Zie, kijk. Ik kan het even niet vinden wat het is. Het is lekker. Een corn snack? Een Halloween aanbeelding. Het is een Halloween aanbeelding. Een Halloween, ja, ik weet het wel. Het is een Halloween popje. Nee, dat ben ik als ik 's morgens wakker word. Oké, okay, dit is zij als ze 's morgens wakker wordt. Dat weet je dat ook weer. Ik heb het ook niet gezien. Ik weet niet wat dat is. Ik ga het binnenkort waarschijnlijk wel eens een keer meemaken. ik ga het gewoon kijken. Je weet nog steeds niet wat het is? Nee, ik kan het niet vinden. Ja, ik kan waarschijnlijk niet vinden. Zijn die verpakkingen niet allemaal identiek aan wat hierop staat. Dat zou kunnen. Het is een lolly.
Niet zoiets. Een lolly is het. En ook op die lolly staat een gezichtje. Kijk, het is wel heel schattig. Doe niet zo vies. Lekker. Doe niet zo vies. Ja, dat moet je daarmee doen, ja. Dat is de bedoeling ook. Nou, dat zit een beetje op zitten lippen ook. Lekker zijn zuur, hè? Waarschijnlijk ook niet. Oh, zo zoet. Zoet? Knastje. Wat, oh, spreng, jongen, echt. Spreng de glazuur achter je bril vandaan. Oh, bijna wel, ja. Moet je proeven. Het is nou een communielolly, dat snap je. Iedereen mag een likje komen halen. Een ja, super spreader. Nee, dat is niet mijn smaak. Het is muttenzoet. Deze krijgt een 1. Valt best mee, joh. Zo zoet is het ding. Ja, het is een hartstikke zoet, man. Ja, stel, het is allemaal suiker. Het is mij veel te zoet. Ja, ik heb al een 5 gegeven. Je hebt nog geen 5 gegeven. Nee. Je wilt die. Oh ja. Ja, die kreeg van mij dit is voor mij een 1. Dit is mij te zoet. Nee, ik geef deze een 4. Een 4? Ja, dat is helemaal suiker. Oei. Oh. Bij jou krijg je het nog minder, toch? Een 1. Dan krijg je mij een 1. Nee, ik geef hem een 4. Ik vind het zoet niet zo erg, maar ik vind het wel heel zoet. Nee. Dus, nou, even kijken. Wat hebben we hier? Dus een zachte, gummy-achtig dingetje. Kijk. Wat is het? Een dingetje. Ik heb geen idee wat het is. Wat staat erop? Een poppetje staat erop. Kijk. Die maakt een gummy, maar die ligt er lang in. Heel zacht is het. Ruiskrekken, sojasaus en... Nee. Het is een soort gummy... Suikercandy. Kijk. Is het iets zacht? Heel zacht. Het is heel zacht. Ja. Pokémon Chewing Gum. Het is geen Pokémon. Chocolate Covers. Oh, daar zit ook wat in. Chocolate Covers. Kijk. Het is een soort... zo uit die broodjes nou. Pak pauw. Lekker, maar dan hebben we een marshmallow is het. Marshmallow met cacao. Oh, maar lekker. Maar niet zo zoet. Oh, dit is zo lekker. Oh, ik krijg er aan in de weg van. Het trekt helemaal weg hier. Zo jongens, oh lekker. Hij is niet zo zoet. Is wel waar. Moet je mij overtuigen dus. Ja, dat het niet zo zoet is. Er zit iets zachts binnenin. Ja, dat is cacao. Wat is het? Ik pikkel, wat is het nou voor? Het komt waarschijnlijk uit Nederland dan, denk ik. Nee, het komt niet uit Nederland. Jawel, ik nou, kan ook praten dan. Echt wel, je mag niet spelen met je eten. Hallo. Nou, we gaan naar het volgende ringetje. Lekker zo. Kijk hoor, waar die heen gaat. Het gaat nou. Ja, kijk, ik heb hier Winnie de Pooh. Moet je even zoeken wat dat is. Kijk, Winnie de Pooh heb ik hier. Nou, hoezo moet ik erop zoeken? Staat erop toch, Winnie de Pooh? Ja, maar dan moet je even kijken wat het is. Ik heb toch geen idee wat dat is? Winnie de Pooh. Ja, want dan komt die verpakking niet helemaal overheen. Jawel, ik heb Winnie de Pooh ook gezien dus straks. Ja, Winnie de Pooh, marshmallow. Ja, ook weer zacht. Alweer één. Maar hier zit roze in. Kijk. Ja, even plakkerig. Dat is wel een stuk zoeter al. Ik heb die chocolade nog in mijn smoel, hè? Nu, die cacao of wat er allemaal is. Kijk, dit is een iemand met een tongetje. Zullen we er gewoon uittrekken ook. Lekker. Zo! Zoet, hè? Ja, de roze is heel zoet. Aardbei. Ja. Maar de roze is heel zoet. Maar niet verkeerd. Nee. Dat zeg ik net. Dus? Oh, hartstikke idee. Oké. Heb je nog geen suiker gegeven, hè? Nee. Kijk, even... Ik geef deze een 7, met die andere geef ik een, kijk, heb hoe ook? Leuk. Is een doosje. We hebben ineens cijfers te genoeg, ja. Oh ja, deze geef ik een 8. Kijk, mag een doosje. Mag ik dezelfde cijfer geven? Ja, mag. Nee. Dat weet ik niet. In mijn wereld wel. Dat weet ik niet. Dan geef die dingen allebei een, Ik geef deze een 8, en die worden gewoon 7. Even kijken hoe deze afkomt, hoor. Iets lekker. Kijk, oh dat is leuk. Dat is een lekker spul trouwens. Al die snoepjes die vallen me dat allemaal tot nu toe niet tegen. Nee, mij ook niet. Laat ik het zo zeggen. Er is niks mis mee. Kijk, je kan het gewoon nog een keer weer gebruiken. Gewoon. Dat is wel grappig. Ja, dan kun je weer opnieuw vouwen ofzo. Er zit er een dingetje in, weet ik veel. Autootje heb je nu weer. Oké, het is iets voor Japans, hè? Ja. Origami. Tuurlijk. Hele kleine bolletjes. Waarschijnlijk bestaan het suiker nog niet, hoor. Ja, dat denk ik wel. Suiker en kleurstof. We komen in ieder geval vandaag wel al onze E-nummers toe. Daar weet je niks van wat erin zit.
Moet ik weer kiezen? Ja, pak maar één. Neem dit keer neem ik een. Heb je een roze of een oranje? Ja, roos. Neem ik een groene. Oh ja, oké. Okay. Die is wel heel hard. Mm-hmm. Sorry. Ah. Ik weet niet. Nee, die groene is niet zo lekker. Het is net wijnproeven ook. Ja, mag je slurp, hè? Ja, nu niet. Je helpt je niet een stukje in die zooi. Ja, we moeten het flesje nemen. Ik ben er niet kapot. Het zijn een soort van smarties of zoiets, weet ik. Ja, daar lijkt het wel. Een andere rommel, die zooi. Nee, dat zakje even open geworden. Waarom haal je die zooi eruit dan? Ja. Waarom haal je alles eruit dan? Maar het gaat geheim mis hoor. Dit gaat niet lukken. Volgens mij zitten ze er allemaal in. Nou, dat zeg ik niet zo uit. Ja, klopt toch? Ik neem nog een groene. Die wordt er niet zo lekker, dus ik ga hem proeven ook. En dit is denk ik een kauwgombal of zo, denk ik. Kijk. Wat staat er op het dingetje? Wat is het leven? Matje gaat leven. KitKat Mini. Nee, dit is geen KitKat Mini. Dit is dit. Wat staat er op zijn naam? Dit is het. Jullie kan ik niet lezen, joh. Andere kans. Er staat niks op. Pijn. Ja. Het is niet helemaal te... Het is niet te achterhalen. Nee, het is niet helemaal mogelijk. Ik denk dat het een... Kijk. Een paar is het ook niet. Het is gewoon een bal. Het zal weer suiker zijn. Alweer zo'n ding? Chocoballetje. Het lijkt een beetje op een Napoleon. Het lijkt naar de citrus. En... Zo, ruik je nog eens wat, hè? Ja. Nou, dan weten we dan ook weer. Het is wel lekker. Ja, het smaakt goed, ja. Ah. Ik heb het wel in de gaten. Het is wel hard, dat ding zeker. Schoon maar de bol suiker. Mm-hmm. Ja, het is wel fris, maar... Menthol in zeker? Nee. Niet? Nee. Mint? Nou, ik krijg van een 7. Zit er mintie mintie in? Nee, zit er geen mint in. Nee. Geen mintie mintie? Zit er geen mint in. Dan pak ik nog eens, waar zit dat? Ik ben benieuwd wat dit is. Dat is hier Pikachu. Pikachu, Pika Pikachu. Kijk. Pikachu. Dat is een Pokémon chewing gum, denk ik. Pokémon chewing gum. Denk ik. Dat staat er namelijk op, hier staat een Pokémon chewing gum op. Oké. Dat is kauwgom, dus dat gaan we niet doen. Ga jij niet doen? Ik niet. Oké, wel. Het is weer ingepakt spul. Er zit wel veel in trouwens. Ja. Het hele lijstje zit erin zeker. Ja. En we hebben nog cijfers genoeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hele aparte kauwgom. Kijk, 28 stuks zitten erin. Nee toch? Nee, ik doe maar alleen. Dat is niet. Ruiken. Hoe is het gewoon kou? Ja, als het op chewing gum bij staat, dan is het gewoon kou, ja. Zullen we proberen? Ja, probeer maar. Ja, het kou. Ja? Oké, okay, nou. Mm-hmm. Ik heb geen zin in kou nu, maar is het lekker? Ja, maar je moet het hele tijd kou, nou, dat zeg ik wel. Waar smaakt het naar? Naar kauwgom. Ja, niet, het is vis. Het is wel fris. Ja, geen menthol. Geen menthol, oké. Okay. Oh, ja. Ik wil een heel groot stuk ook, hè? Ik wil gewoon doorslikken, hoor. Ik kan je bijna zien. Oké, okay, volgende. Dit is zeewier. Iets zeewier. Met gepofte rijst of zo, denk ik. Ik ga even doorslikken met kauwgom. Kijk. Ja, het zal best. Ik kan het zo niet thuis brengen. Ik heb, Nouri heb ik ergens zien staan. Nouri? Roenie? Nouri heb ik ergens zien staan. Contain culture. Mini cream. Japanese brown saus. Brown saucy. Ruiskrega, helemaal waar. Nee, dat is niet. Nee, dat is voor maar die Roenie, ja. Ja, ja. Nee, dan moet je dat zitten. Kijk, dus is hier. Is staat een KitKat op saus. Ga eens in weg. Je loopt hier te stinken.
Is niet lekker. Jawel. Wat is dat? Zeewier en krekker. Ja, zeewier en krekker. Het is een beetje sushi dus. Mm. Bijna. Bijna. Zo lijkt het erop. Dit is ruitskrekker wat erin zit zeker. Ja. Met sushi. Heel lekker. Met nori. 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 Maar ik bestel de rest ook, hè? Nee. Nori. Alleen hè. Dat is wel heel lekker. Je krijgt een 8. Ik mis hier gewoon de sushi. Ja, het is goed met je sushi. Kun je dat opsturen? Echte sushi. Alle restaurants zijn dicht. Echte sushi daar op sturen. En hij moet weer echte sushi hebben. Ja, gewoon een halve tonijn of zo. Dat kan ook wel, maar niet. Is dat goedkoop? Nee. En je kunt er beter heen gaan, zeg ik. Dat denk ik wel, ja. 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 Nou. We gaan hem maar. Lekker. Ik ga toch de voorkeur een echte sushi. Ja. Nee. Dat is nog maar één. En één vind je niet lekker? Nee, niet zo bijzonder. Oké, okay, nou smaakverschil. Kijk, jij zit al de hele tijd te aasen op die KitKat. Nee. Kijk, een hele... Matcha. Matcha. Dat is een theerommel, toch? Een groene thee. Bruma. Nou, we hebben het nog niet gehad hoor. Kijk, maar een groene KitKat. Ja, die heb ik al eens gekocht in de winkel. Deze hier? Ja. Dus jij kwam gewoon hier weg? Nee, die kwam KitKat is toch gewoon Nederlands, hoor? KitKat is van Mars, hè? Ja, daarom is het Nederlands. Nou. Mini KitKat, kijk, helemaal groen. Nou, het is goed omdraaien. Andere kant omdraaien. Oh nee, dat is goed. Kijk, zo. Hij is daar groener dan hier. Vind je die? En voor jou even mee. Staat er nog op ook KitKat. Nom. Vind je dat goed kunnen? Lekker. Ja, dat is gewoon KitKat. Wel lekker. Je moet witte kou met die matcha zoos, hè? Ja. Of is het gewoon even KitKat? Mm-hmm. Ja, knallen. Ik proef de groen niet zo eigenlijk, hoor. Ja, het smaakt anders dan de gewone KitKat, zeg maar. Is dit een Japanse KitKat? Ja. Je weet bij Mars overal typjes hebben in Nederland. We zijn overal, hè? We zijn overal, hè? Niemand weet. Sommige mensen niet eens weten dat Mars een Nederlandse firma is. Een Nederlands bedrijf. Nederlanders zitten overal, joh. Oh. Ik ben geen bezig. Met mijn. Waarschijnlijk geëxporteerde. En weer geïmporteerde KitKat. Waarschijnlijk wel, ja. Het staat alleen maar in het Japans op, dus ik kan er niks... Dat maakt het niet uit, joh. Have a break, have a KitKat. Good job. Nee. Adres? Dat staat er niet op. Misschien. Je hebt niet dezelfde regels hier, hè. Ja, ja. Nee. Het is niet van Mars. Oh. KitKat is van Nestlé. Nestlé, oh ja, oké. Staat er ook op, Nestlé Japan. Oh JP. Ja. Nestlé. Ja. Nestlé. Sorry, was niet geen. Is geen. Nee, oké. Okay, is geen Mars. Ja, oké. Okay. Nou, nee. Is niet erg. Maar die geven een cijfer, want die kennen we wel. Zo weet je. Milk. Iets milk. Moet je even opzoeken wat het is. Klein dingetje milk. Dat is. Kijk. Laat mij ook eens kijken dan. Ik maak hem niet open, ik wil je het als je doen. Foil. Wat is dat rood aan? Ja, je moet even kijken wat het is. Dat was de bedoeling. Ja. Hallo! Ja, ik weet dus niet waar de camera zei van doe het lekker zelf. Hij ging even uit. Ja, hij was even weg. Nou, is niet erg. We hebben nog meer. We hebben een... Weet ik veel. Ik zal hem meer bewegen. Kijk, een poppetje staat erop. Ja. En dan heb ik gezien, kijk, dat is die of die. Die ligt gewoon bijna niet deel. Moet je even kijken. Ik kan het helemaal niet lezen, jongens. Ik zou in de camera kijken, ik kan het niet. Ik kan het niet met bochtjes lezen. Met bochtjes lezen lukt me niet, hoor. Dat lukt jou niet. Moet kijk. Dat kan ik niet lezen, maar ik heb geen leesrol op. Wat is het? Het is of die of die. Dat kan niet, dat is bij hetzelfde. Het zijn gewoon twee keer hetzelfde. Is dat zo? De ene is sukker rusk rijt. Ja. En die andere is prawn mayonnaise rijt. Weet ik veel. Cinnamon apple. Nee, die zijn twee cinnamon apple left. Die zijn twee verschillende en die zijn twee verschillende. Het zit allebei corn snack. Er zit er maar één in. Dat is een corn snack. Kijk. Dit is een corn snack. Zo. Zo, is ook alweer uit. Nou, het is heel zoet. Gefrituurd weer, zeker. Ja.
Ja. Je hoeft het bijna niet te kouden, want het smelt gewoon. Ja. Ja. Nou, ja. 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 Een 2. Nee, er is wel iets meer. 3. 3. Het is echt alsof je... 3 geeft het. Heel veel kroepoek in één keer. Hij zit heel veel suiker buiten op. Ik had trouwens ook, ik had mezelf een nieuw flesje gekocht. Kijk. Gaan we niet eens over de fles nemen? Ja, ja, kijk. Dus ja, 2,2 liter en zout maar verder in de hele dag kun je doordrinken. Ja. Als je die whisky goed, ben je niet klaar. Nee. Je bent 3 weken bezopen of zoiets, weet ik veel. En er zit er gewoon water in nu. Ja. Nou, we gingen eens nou weg. Ga je terug met je doos hier? Dan doen we deze. Ja, dan wasabi. Oba. Is dat wasabi? Ja, wasabi nori is het. Ja, dat zien we. Ik zal het even opmaken. Wasabi nori, staat hierbij? Ja, ik denk dat het wasabi is. Wasabi flavor, wasabi nori taro. Nou, ik lust dus absoluut geen wasabi. Minst fish snack, wasabi flavor. Dat vind ik dus echt zo vies. Ja, dan moet je bij mij wezen. Oh, dat is, er zitten meer stukjes in. Ja, wacht even. Nee, ik moet het even laten zien toch. Oh, sorry. Kijk. Dan laten we geen maar een stukje nou, niet zo. Doe jij maar, want ik lust echt wasabi geen wasabi. Wasabi flavor. Dat zou ik niet zeggen, een beetje taai. Niet zo vies doen. Taai. Viesert. Dat is gewoon taai, jongen. Ja, maar smaakt het ook naar wasabi? Ik krijg van mij een 1. Een 1? Daar zit wasabi in, maar het is niet lekker. Het is niet lekker. Het is niet lekker. Het is niet bijzonder. Niet bijzonder. Nou, we hebben een 1 van Klaas. Ja, van mij wel. Ik heb hier Fuji Home Pie. Kijk. Dat is een instant taart. Als je hem ook doet, wordt hij heel groot. Je moet hem eerst in het water leggen. Er zit graan in, want er staat tenminste een graantekentje op. Je kunt wel zien dat hij van dit nog steeds niet op heeft. Zie naar mij, kijk naar mijn gezicht. Is niet lekker. Nee. Is niet lekker. Nou, dit is... Doe ze wel graag met suiker, maar niet zo op deze manier. Kijk. Ja. Ik zal een stukje los. Er lag een stukje los in, die mag ik. Jee. Dat zijn 2 koekjes gewoon. Kijk, hier is de rest. Nou, ik krijg de rest ook nog. Wat is het dan? Nou, gewoon een koekje. Nou. Wat moet er wezen dan? Nou. Wat staat erop dan? Instant pie. Oh, oké. Okay. Nee. Zo'n koekje, ja. Ja, gewoon een koekje. Ja. Dat is gewoon een koekje. Ja. Dit is gewoon een koekje, dat nou, weet ik ook. Een 4. Mag je nou mij? Ja. Oh, dat was de broer. Ja. Nee, je geeft toch wel een 6. Oh, zo, komt eraf? Ja. Nou. Ik heb de rest er bijna allemaal uitgedeeld, ja. Maar een koekje is een koekje, ja, maar die kou is ook wel goed. Ja. Oké. Okay. Volgende. De dichtste tegenvallen was nog deze. Die was niet lekker, die, hè? Die minst vis met wasabi flavor. Ja. Dit ziet eruit als chocola, maar ik weet niet wat het is. Kijk. Heeft ook een naam? Het heeft een naam. Maar mijn Japans is erg slecht, dus... Dat heb ik kikken. Ja, ik dacht er al, dat is het. Ik weet het niet. Nee. Maar wij, ja. 31 maart 2021. Kunnen we hem wachten? Kan. Ja, maar gaan we niet kunnen. Doen. Nee, even wachten. Die. Is het die? Nee. Truitje. Wheat sweet. Dat is deze. Oh, oké. Okay. Die koffie zoek ik voor mij. Ja, kijk maar. We wachten. Ja, dat kan even duren, hè. En geduld hem. God, scholier. Ruiskrekken, sojasaus en plum flavored with seaweed. Nou, we gaan het gewoon openmaken. Kijk maar. Het is niet helemaal even duidelijk wat erin zit. Die verpakking komt niet helemaal 100% overeen dit keer. Ik heb die dingen helemaal open meer, waarom? Nou. Wat heb ik daarmee? Kijk. Om mij te poem zeggen. Ik ook. Dat is wel hard voor mij. Ja. Bizar. Nou? Nou? Apart.
weet niet hoeveel suiker erin zit, maar het is wel veel. Meestal is het genoeg. Het is niet zo hard als ik dacht. Nee, het ziet er heel hard uit. Het is wel bros. Het is een gekarameliseerde buitenkant. Ja. Dus wat is het dan? Ik denk deze. Die plum flavored? Nee. Ja. Het ruikt wheat. Dus het bestaat niet bij dat het in één stuk, niet in één stuk kan is. Hè? Maar goed, proost. Het is wel lekker, hè? Nee. Jawel, ik geef dit een 8. Nee. Het is wel zoet. Ik geef het een 8. Nee. Ik geef het een 8. Nee, maar dan is alles voor mij. Wil je nog meer? Nee, ik hoef niet meer. Ik wel. Oké, kijk, hebben we hier nog een dingetje? Nou, ik zal me voorlopig geen diabetes test doen. Nee, want de suikertest komen we nu niet door. Kijk, ik weet niet wat dat is. Een jelly dingachtig. Maak een gummy. Mini rock, paper, scissors. Shaped gummy. Gummy. Dat is zo'n... heb je hier ook wel, die snoepjes. Zo'n gummibeertje-achtig... Ja, zo'n ding. Waarschijnlijk die plakrommel ook. Dat denk ik wel, ja. Dat is heel lastig om uit de verpakking te halen ook al. Dat is ook de bedoeling. Dat zijn de kinderen een hele dag zoet mee. Maar ook echt, hè? Ja. Jij ook. Zegt dat wat over mij of zegt dat wat over de verpakking? Nou, dat die heel goed is. Oh, wacht. Nee, kijk. Nee, het komt er al uit. Het is, klinkt helemaal fout weer. Ja. Stukje voor jou, een stukje voor mij. Dat is echt de plakspul wat ik al bedoel. Ik heb het plak gewoon. Ik kan het gewoon zo doen. Valt niet af. Maar, het is gewoon net als een gummibeertje. Wat? Net als een gummibeertje. Maar dan anders. Nee, eigenlijk wel gewoon hetzelfde. Veel suiker. Heel veel suiker. Een jelly. Ja, heel veel suiker. Gelei. Ja. Met suiker. Nou, even kijken wat dit is. Nog meer suiker. Countryman Choco Chip Cookie Vanille. Kijk. Het staat er gewoon op wat dat is. Er komt nog heel erg Amerikaans over of zo. Ja, ik denk het. Vanille is niet mijn favoriete smaak. Maar... Dus aan jou de eer. Alweer? Een koekje. Choco chip. Dat is gewoon een chocoladechip koekje. Ja. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Nee, ik niet. En zij wel. Nee, ik niet. Een koekje. Alweer. Alweer een koekje. Moet je een doos van bestellen, nog weet ik. Ja, dat kan. Dan moet je wel lang wachten, want ik moet wel uit Japan komen. Ja, mooi nu. Hou deze lust ik wel. Tuurlijk. No problem. No problemo. En de laatste. Ja. Kijk, dan is hij leeg. Ja, top. Dan kan die kraam natuurlijk weer. Ja. Kijk, en het is weer met een zo'n... Doet die camera het nog? Ja, de camera doet. Okay. Kijk. Kijk, welke is dat? Dat is een... Boom, welke is dat? Nou, kijk, staat hier op. Daar, staat hier op. Daar. Ja. Je moet je wat kunnen ontcijferen ook. Ja. Weer zo'n ding. Countryman, die heb je net gehad, zeggen. Ja, dat is het vorkje. Vanille, choco. Ja. Nee, die was vanille met choco trouwens. Dat ja. Dus dat is hetzelfde als die andere, hè? Ja, ik ga deze doen. Dat is ook deze. Dus, dat zijn deze dingen. Dat zijn deze dingen. Cinnamon appel. Prawn mayonnaise. Of Gasper. Takoyaki. Ras. Ik ruik hem al. Ik moet eens ruiken. Oh, bah. Dit wordt link, heb ik begrepen. De laatste doet de deur dicht. Gadver. Ik denk dat deze mijn heerlijke smaak van dat koekje net gaat verpesten ook. Oh. Ben je er over heen ook? Gadverdarre. Wat is het dan? Ja. Weet ik veel, alsof je gewoon een pot mayonaise neemt of zo. Prom. Ja. Garnaal mayonaise. Nou, probeer hem even. Hoe doe je net overdreven, man? Ja, dat is niet lekker. Wat doe je net overdreven, nou? Helemaal niet, het is gewoon niet te eten. Wat doe je nou overdreven? Dat is helemaal niet echt.
Nou, eet jij maar op dan. Zullen we niet een pot mayonaise? En die goedkope mayonaise ook nog. Die van 50 cent of zo, 60 cent. Helemaal niet. Helemaal wel. Dat is gewoon lekker. Het is vies. Bij jou, maar bij mij niet. Het is echt vies. Ja. Jij bent niks gewend, dat komt ervan. Ja, dat zal wat zijn. Kijk, nog een stukje. Er zit trouwens nog een gat in het midden ook. Het gat helemaal er doorheen. Ja. Ik kan er gewoon doorkijken, zie ik mezelf. Hallo. Wat vind je daar nou vies aan? Nee, ik vind het niet lekker. Wat vind je van mij van, hè? Nou, oké. Okay. Dat is er ook wel te zien. Nou, wat voor cijfer geef jij dat? Ik geef het een min 100. Jij wel. Ik wel. Nou? Ik geef die beide koekjes die ik gehad heb. Ja. Een 10. Oké, okay, oh, 10. Mm-hmm. Okay. Koekjes wel. Ja. Daar is niks geen bijzonder aan die koekjes. Niks geen, nee. Niks en geen. Geen en niks. Helemaal okay. Niets. Nee. Nul bijzonders aan. Mm. Gewoon een simpel koekje. Ja. Ja. Dit. Ja, helaas. 8. Oké, okay, nou. Helaas. Ik vind het helemaal leuk. Maar ik ben geweest. Niet klaar, ik ga naar hem willen. Ja, ik vind het helemaal leuk geweest. Ik zeg dankjewel voor het kijken. En dat moet wel op natuurlijk, hè. En tot de volgende keer. Bye.